Voor welke wedstrijd heb je eigenlijk meegedaan? Je moet wel spontaner komen. Schrijf gewoon voor journalist of zo. Ja. Journalist. Ja. Ik heb die opstelwedstrijd van mijn school. Van nog scholen gewonnen. Ik heb 2 boeken en ik sta in het laatste nieuws in het nieuwsblad en de Zemstenaar. Is dat voor u het belangrijkste, in de media staan? Nee, dat is gewoon iets leuk als je daarin kunt staan. Je staat daar niet zomaar in, hè? Je hebt er ook iets voor moeten doen, vertel eens. Wat is de titel van je opstel? Ik ben een gsm. Wij hebben zijn gsm genomen en die op tafel gelegd. En dan zijn we beginnen nadenken van hoe die gsm zich zou voelen, moest hij leven. En ze beginnen fantaseren daarover samen. En dan hebben wij tipjes opgeschreven op een blad. En dan hebben wij daar zinnetjes rond gevormd. Ja, als je een gsm zet, dan zeg je heel slim, want je hebt een agenda, je weet het uur van buiten. En dat vond ik wel tof om dat te vertellen. En komt het idee volledig van jou? Ja, mijn mama heeft me een beetje, zo, ik had een zinnetje gezegd en zij veranderde dat zo'n beetje. Maar het ging nog altijd over hetzelfde onderwerp. Ja, laat ons eerst duidelijk wezen dat alle eer toekomt aan Davidsfonds, want zij hebben de wedstrijd georganiseerd. Maar uiteraard zijn wij tevreden dat sommige verenigingen zo'n initiatieven nemen. En als gemeente hebben wij dan het prijzenpakket gesponsord. In dit geval zijn dat de boeken. Je wordt nu geselecteerd voor de nationale wedstrijd. Wat zijn je verwachtingen? Ik hoop dat ik ga winnen, want dat zal heel tof zijn.